Ja, fantastisch. Zelfs dat ik hoop van nog samen te werken. En zij vroeg mij, en toen hadden we een gesprekje ergens op een café, ik had haar nog nooit ontmoet. En ze kwam binnen met haar hond, weet ik nog. En we hadden zo heel snel een klik, wat ik niet zo heel vaak heb. En ze sprak heel chaotisch. En daar kan ik me soms aan storen. En dat stoorde mij bij haar totaal niet. Ik voelde heel snel wie ze was, of nee. Ik had een vermoeden. En er waren heel veel dingen die ik zo leuk vond aan haar. En hoe ze over haar fantasie of zo kwam snel bij mij binnen. Ik had dus wat beeldend werk van haar gezien. En daar werkte ze ook met vervormingen. Ik wist natuurlijk niet hoe groot of hoe klein dat ze dat ging doen. Ik weet ook niet of ze dat zelf al wist. Maar ik had natuurlijk wel een idee. Ja, dat ik ging vervormd worden. Dat vond ik alleen maar een leuk, spannend idee. Het was nu niet zo dat ik tijdens het spelen daar veel mee bezig was. Ik wist het, maar ik was er vooral heel benieuwd naar. Ik verwacht best veel van haar. Ik vond haar ook uitzonderlijk in de manier hoe ze met dat medium omgaat. Echt een unieke stem. En ook iemand die zich niet laat. Die niet zo copycat of niet zoveel cliché-referenties heeft. Zoals je vaker hebt bij mensen die aan het begin staan. Hè. Ik ook. Als ik in het begin dingen maakte, dat je je helden toch moeilijk kunt verstoppen. Heel mooie ziel heeft ze. Ja, en een fantastische speeltuin om in te vertoeven. Cinema.